ज्योति रगणे स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्या स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा. De dia, de klei, het aardemateriaal waar de dia van gemaakt is, symboliseert het lichaam van de mens. Hiranyavarnam harinim svarna rajatasrajam chandram hiranmayim lakshmim jatamedo mahavaha. De ghee, brandstof, symboliseert de karma, de handelingen die de mens pleegt. De lont, de tijd, die voor elk mens beperkt is. De vlam symboliseert de ziel. Zolang wij nog in staat zijn te handelen, als mens met die laatste handeling, laatste druppel ghee, zal die ziel nog bij het lichaam blijven. Het is onze plicht als mens de juiste handelingen te plegen, om de ziel in stand te houden, tenminste zolang nog de lont, de tijd, beschikbaar is of de tijd het toelaat. En zodoende in staat te stellen haar spirituele missie te volvoeren. Evenzo heeft de Suriname dia hier een dergelijk symbolische boodschap voor onze natie. Het omhulsel staat symbool voor de belichaming van onze Surinaamse natie, onze gemeenschap. De ghee, de collectieve karma, de collectieve handelingen die wij plegen om die vlam, die ziel van onze natie in stand te houden. Elk individu wordt hierbij in staat gesteld zijn of haar bijdrage te leveren ten behoeve van het collectief en ten behoeve van onze collectieve missie als natie. Het Diwali-feest is een feest die de familie bij elkaar brengt. Suriname met haar verschillende bevolkingsgroepen, één grote familie. Nou, een bigi familie, un de jaso. Met het aansteken van de Suriname dia geeft de culturele Unie Suriname symbolisch het licht door om daarmee uw eigen levenspad dat van anderen te verlichten. Geef het licht door aan de anderen. Laten wij mensen ons meer verdiepen in het goddelijke, minder in het materiële. Want dat alleen zullen wij pure en ware liefde ervaren. Be the light in your own life. En voor others. Aap sabko abhi se shubh Deepavali.